Burgemeester Brul zette dinsdag de eerste schop in de grond voor de aanleg van de nieuwe stadstuin bij buurtcentrum het Oude Weeshuis. Daar ligt een grotendeels stenen binnengebied dat ongebruikt is. Het gebied is een eigendom van de gemeente en hoort eigenlijk bij het Weeshuis. Daar komt nu dus een nieuwe stadstuin. Volg ons online via Facebook @altijdn1. Op onze website n1.nl of via Twitter @altijdn1. Want Nijmegen is altijd N1.